Hallo, 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 dames en heren. Hartelijk welkom bij Disneycraft 8, aflevering 78 alweer. En we staan hier met bodyguard Rick. Hallo, bodyguard Rick. En ik heb gehoord dat in het park een boef zit. Na het intro hoor je meer informatie over dit probleem. Oké, people, let's go to work. Rick, vertel, wat is er aan de hand? Wat? Wat is er, Rick? Oh, ja, Rick. Ja, klopt. Hallo, meneer de Boef. Hallo, wat hallo. Moet je? Joh, dat is... Sam, ben jij het? Ja. Wat is er gebeurd? Kijk, het was een beetje een probleem. Je weet dat ik honing lekker vind, vooral die van Bloos Pilet, hè? Ja. En toen hij aan het slapen was in zijn boom... Toen heb ik misschien, heel misschien, wat van zijn honing gepakt. Nou, dat moet dan een vergissing zijn geweest inderdaad. Rick, hoor je dat? Nou, ik zou zeggen, Rick, hier zo. Verlaat het pand en bedankt voor de informatie. Sam? Ja, ik ben er vandoor. Oh! Ja, hoe lang heb je daar vastgezeten? Vijf dagen. Vijf dagen? Hey, Rubex. Ja. Hey. Ik had alleen maar melk, dus... Oké. Dat is wel moeilijk. Ja, ik hoor het, ja. Nou, dat komt wel goed. Wow, wat is dit nou weer voor iets? Hey, Blobelet. Heb je het hem alweer vergeven of niet, ja. Dennis? Wat, wie... Ik ben mijn honing kwijt, ik was aan het zoeken. Ik ben wel mijn honing kwijt. Sam? Er zijn roddels van boef of zo. Was Sam? Was Demi? Hallo. Jij toch ook hier? Ja. En ik zie een aap daar in de jungle? Kijk. Daar liep hij. Wacht even. Kijk. Ik ga er naartoe. Oh. Nou, dat zeg ik toch niet over Robi? Is een aap toch? Oh, Robi was het. Toch een aap? Was ik mooi in de Robi gelogeerd, hè? Nou, dit is een nieuwe attractie. En we dachten, we gaan gewoon de bouw laten zien van dit piratenhol. En de ingang is heel apart, want het is nog een onafgemaakt gebied. Maar hier is dan... Het piratenavontuur klinkt heel breed, is het ook? En we gaan dus naar binnen. Hallo Florian. Iedereen hoort ons. En Rick ook natuurlijk. De bodyguard Rick die gaat dadelijk even op zoek naar bad guys. Hallo. Onze Belg. Onze skinmaker. Rubex heeft onze skin gemaakt. Alle konijntjes. Voor Pasen. En zelfs... Ja, echt honing voor. Andere mensen hebben zelfs ook een konijnenpakje. Heel leuk. Bijvoorbeeld een vergeetje. En sommigen hebben een bacon skin. Nou, hier kom je binnen. En wat het is inderdaad een loopattractie. Heel apart. Want dat hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel in het spel. En dat leek me leuk om dat te doen. Demi is aan de bouw geweest. En een beetje piraten setting. Hè? Heel veel hout gebruik je inderdaad. Ik zal de achterkant eens even mooi maken met zwart. Ik ga gelijk iemand use. Oh nee, hoeft dat niet meer. Erik was me al voor, die houdt even de chat in de gaten. Zeg ja, als jullie gaan opnemen, dan kan ik even alles in de gaten houden. Ik dacht, nou, er zal wel niks gebeuren en er is gelijk een mute te pakken. En meneer Jack Sparrow staat er ook te boven te kijken. Oh jee. Hoe gaan we dit aanpakken? Zoiets. Ja, het is jammer dat je die muur ziet. Dat vind ik zo lelijk. Ja. Stadsmuur. Is het stadsmuur? Het is geen stadsmuur. Oké. Okay. Ik zal wel eens een muurtje maken hier zo. Maak jij maar een mooi muurtje, ja. Is goed. Afgesproken. Die maak ik dan van een beetje donkere kleur. En dan denk ik aan, aan een dakkleur. En dan denk ik aan... Nee, niet maar Vincent. Die. Ja? Dat is gras. Muur. Ja, nee, maar dat heb ik. Dat moest ik even gedaan om met Wild Edit te doen. Anders ging ik door dit stuk heen, snap je? Oh. Ja, allemaal voorbedachte raad, hè? Mm-hmm. En meestal maak ik dan slabs. Maak ik hem één tintje hoger. Dat moet je ook altijd doen bij een dak. Dan heb je een beetje een verschil in. Met hoogtes en zo. Nou, dan laat ik dit doorlopen zo. Ik zal nog niet alles een dak maken, want dan wordt het voor Demi en voor ons allemaal een
benauwde situatie om te bouwen, want dan wordt het heel donker, maar dan kunnen we later bepalen wat licht dan. Zo. Heppakee. Nou, dit ziet er al leuk uit. Beetje spooky. En Demi gaat al wat licht plaatsen daarboven. Ik zie je wel, Demi. En misschien is het wat leuk om obstakeltjes te maken hier. Dus bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld een fence hebt. En dat je bijvoorbeeld niet... Je kan er niet zomaar overheen. Maar via de tonnetjes... Moet je via de daken? Ja, of via de tonnetjes hier. Moet je er overheen. Kijk, deze is wel tricky hoor, deze. Oh ja, inderdaad. Ik kan ook gewoon de makkelijke weg kiezen via de daken. Ja, kun je er ook naartoe? Naar de daken toe? Ja. Ik heb kleine plateautjes gemaakt. Oh, leuk. Oh, dat, ja, dat is inderdaad echt een beetje piratenstijl. En dan zou je inderdaad van de vier zou je dan... Oh, dat is wel een rotte deze. Ik kan gewoon doorlopen hoor. Oh ja, zo. Ik hoef niet te springen. Ja, maar ik niet hoor. Oh jawel. En als het goed is kunnen bezoekers dit over zo halen, als het goed is? Niet of wel? Weet ik niet. Florian, kan je die proberen over te halen, die trapdoors? Lukt dat? Nee, hè? Nee, klopt. Nee, dat kunnen ze niet. Anders kan ze hier nog langs lopen, maar misschien met een trick jump. Maar hier kunnen ze omhoog zo, hè? Die daken op zo. Gaaf. Want dan kunnen we dit misschien wel... kunnen we ook hier een gebouw zetten. En dan moeten ze sowieso over die daken heen. Als we hier nou een gebouw zetten hier dat schuin staat zo. Of twee gebouwtjes. Dat is misschien wel leuk, hè? Maar wil je alleen maar hout gebruiken? Voornamelijk hout. Ja, voornamelijk hout. Okay, want dat is een beetje piratendorp gevoel. Ja, nee, dat is waar, ja. Ja, want Sam, je hebt ook al een beetje verstand van al die combinaties, hè? Mm-hmm. Of je doet alsof. Ja, dat kan. Ja, meestal doe ik alsof ik gewoon een dikke pro-bouwer ben, maar eigenlijk kan ik er helemaal niks van. Oké. Nou, dat is wel een slimme zet van je dan. Mhm. Multi. Oké. En... Zo. Je kan ook dit afzetten dat mensen wel moeten klimmen over de deur. Ja, dat is misschien wel leuker als je... Ja. Nou, juist niet. Juist niet. Want als je bij dat huis komt... Ja, als je naar dit huis komt, dan kan je natuurlijk, dan zit je sowieso vast. Dus dan denken mensen al van, oh, hoe moet ik nou verder? En dan gaan ze uitzoeken van, oh, zullen we over die daken gaan? Ja, de mensen die de video hebben gezien, die weten dat ze nu over de daken moeten gaan. Maar we laten natuurlijk nog niet alles zien natuurlijk. Hey. Hey. Daar is over nagedacht. Dat is Engels. Ik denk wat je ook kan doen is, dat je dit hier ook laat en een soort van overlapping brugachtig idee doet. Zeg maar, dat je onder de brug doorheen kan en ook via parcours, zeg maar, er in de brug of zoiets. En dat hier dan zo. Ja, kunnen we beter bij moeras doen dan, denk ik. Of niet? Je bent juist leuk in zo'n stad. Want, dit is het moeras. Hallo? Okay. Ja, kan ja, wat? Ja. Maar, dat ik een idee, waar ben je nu? Nee, ik zal even Roy te irriteren, maar die zegt niks. Ja, Snotty. Gaan we even. Oh, ik ben gemute. Oh, zou die van de jungle maken, Blablet? Maar hier, nee, hier stond een bordje moeras / jungle. Oh, zo, I'm very sorry. I'm very sorry. Hier is moeras en dan ga je hier nog de laatste bomen en dan ga je hier de jungle binnen. Wat tof. Goed ja, idee. Hoor. Ja, toch? Leuk idee, toch zo? Misschien kunnen we nog wat groen. Ja, je hebt wat groen toegevoegd. Leuk. Leuk. En dan kunnen we hier wat deuren plaatsen. En die deur die maakt dan meestal, vind ik wel leuk. Je hoort gelijk dat de rode geunmute is. Met zo'n bordje, zo'n signbordje. En dan meestal gesloten of zo. Kunnen we erbij zetten. En dan moeten ze wel over de daken. Dat moet wel, ja. Dat moet wel, hé? Ja, dat moet wel, hè. Dat moet. Dat moet, dat hoort. Maak hier dan wat glas erin, ja? Is dat goed? Zo.
Ik weet niet of ik dat wel goed vind, hoor. Ja, daar moet ik nog even over nadenken, eigenlijk. Er staat gesloten, Rubex. Iedereen kan naar binnen. Ja, klopt. Iedereen kan naar binnen. Ik wil even afzetten, hoor. Ik doe gewoon een... Plop. IJzeren deur of zo. Nou, gewoon stoom. Dat is... Het zijn allemaal VIP's nou, natuurlijk hier. Nou, er zitten aardig wat mensen, aardig wat VIP's ook in de server. Maar oké, okay. En waar is deze attractie in? Dit is een attractie aan de buitenkant. Nee, dit is van het piratenthema. Oh. Kijk maar. Dat is logisch van de piraten. Ja, ja. En Erik heeft namelijk, het idee kwam eigenlijk door de Indiana Jones. Erik, had ik een foto van op Google. En dan zag je een skelethoofd. En dat skelethoofd heeft Erik nagemaakt. En eigenlijk ziet het er nog vetter uit dan op de screenshot, vind ik. En die hebben we verwikkeld in de Indiana Jones achtbaan. En daardoor hadden we een hele grote schedel. En toen had ik zoiets van, ja, die schedel zie je ook in Disneyland. En daar zit eigenlijk de Pirates of the Caribbean in. En om dan ja, een want beetje... Pirates of the Caribbean zit ook zo'n schedel toch in? Ja, ja, dat zei ik, ja. Ja, dat is zo. Ja, ja. Godverdomme. Verdomme Sam. En dus ja, het lijkt me gaaf om dat hoofd te verwikkelen in de attractie in de Pirates. Dus dan leek me leuk om een beetje die kleuren en settings een beetje aan de zijkant te maken van dat gebouw. Ik kan eens even kijken hoe ik dat ga doen. Het is een beetje de kleur cyan, steen, clay, stone, cobblestone, die drie. En die wil ik een beetje gaan gebruiken bij deze ingang. Misschien is het leuk om een beetje zoiets te doen. Even kijken hoor. Roy vindt het ook meestal wel leuk zo een beetje versieren van zoiets. Ja, maar ze is nu heel erg stil. Ja. Oh, het maakt geluid. Roy, ja. Heb je het ID van... Roy, heb je het ID van die stone steen clay? Van die soort grijze steen? Weet je het item ID? Ik ga kijken voor je. Ja, anders ga even kijken voor me. 9? 100, ja. Oh. 159 dubbele 9? 159 dubbele. Maak je zin af, ik hoor het niet! Wat is het? 159 dubbele punt 9. Oh, dan wist ik hem uit mijn hoofd. Oh my god! Ik wist hem echt uit mijn hoofd, dat is toch knap? Uh-huh. Klausje. Denk ik het ook, Vincent. Het is echt zo, geloof je me niet? Nee, ik geloof jou, ik geloof je niet. Mm. Ik geloof mijn oren niet, dus je zit gewoon uit je hoofd. Mm. En wat voor soort thema's komen er dan allemaal in deze attractie? Nou, dat staat op de sign. Een moeras, een piratenstad. Ja, een grot. Een grot wordt benaderd en vanuit de grot... moet je dus gaan klimmen in die grot. Een beetje klauteren en over de stenen klimmen en zo. En als je uit de stenen klimt, dan kom je uit in een stad. En dat lijkt me leuk als je eindigt bovenaan een grote rots. Oh ja, en dan moet je daarvan afspringen. Ja, dan moet je daarvan afspringen en dan kom je in de stad. Dus, en dat mag best wel een beetje hoger gemaakt worden. Dus als je nou hier die cliffhang een beetje maakt zo. Dan zal ik even een beetje een hoogte maken. Beetje stenenachtig, hè. Beetje cobblestone gebruiken we dan vaak. Zoiets. Even iets grofs maken hoor. Ik kan er echt niet doorheen, maar er zit geen blok in de... Wat? Oké. Okay. Sam, kijk. Sam. Nee, nee, ik kijk niet naar jou. Draai om. Wow. Huh? Kijk, hier. Hier, kijk. En dan spring je zo, en oh. En dan vaar je als een baas. Nou. En dan ga je hier, en dan kan je hier het andere stuk in. Sorry voor dit gedrag, mensen. Sorry dat jullie oren nu... Disneycraft nu ernstig beschadigd zijn, maar...
Kutlied. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige oorbeschadiging. Nee, vooral Demi niet. Oh, gelukkig is Demi niet gaan zingen, anders hebben we wel sowieso de oorbeschadiging. Demi zingt nog wel eens de nootjes vals. Helemaal niet. Nou, helemaal wel niet. Nee, jij. Nee. Jij. Jij gaat zingen. Wow. Held wel China. Nou, lekker dit tante Kobe. Nee. Nou, laat me nou. Yeah. Ja, het is leuk om die, om die buitenkant een beetje te, hoe noem je dat? Een beetje... Beetje te nat hier. Ja, een beetje... Ja, een beetje... Een beetje minder vlak te maken, dat het echt een rotswand iets wordt of zo. Echt een piratenrotswand. Ja, maak het anders even een rotswand. Ja, dat is ook wel een goed idee, ja. Oh, wie heeft dat groen gemaakt? Dat is ook wel leuk. Iemand heeft zo hier groen gemaakt van de Green Wall. Dat is wel leuk om te gebruiken hier ook. Dat was ik. Leuk. Ik dacht al, straks word ik helemaal vermoord. Ja, nee, dat is leuk. Ja, straks, joh. Straks na de opname soort je al uitgevoerd. Ja. Dat is meteen de Belgen, ja. De Belgen, wij gaan allemaal frietenkotten in brand steken dadelijk. Als we klaar zijn met opname. Daar. Al die arme frietjes. Oh. Alle Belgische kijkers, die flippen hem nu. Niet doen, ik ben er één van mensen. Hij is één van jullie. Sorry. Wat die? We kunnen ook wat hoogtes maken, dat je hier zegt van dit maken we iets hoger. Een hele leuke jump. Maar anders maak je gewoon even een hele leuke jump. Ja. Dat is wel een leuke jump hoor. Ja, dat is een leuke jump. Ja, maar anders maak je gewoon een leuke jump van, kan ook gewoon. Ja, misschien ook dat. Anders, misschien is hij dan wel niet meer leuk als je een leuke jump maakt. Nee, dat kan. Dat hij op een gegeven moment niet meer leuk is. Dat zou heel goed kunnen, ja. Dan is hij gewoon te leuk om leuk te zijn. Om waar te zijn. Oké, dit maak ik dan zo. Gaan we schelden, Sam? Nou. Nee. Nee, jawel, het was gewoon... toch? Nou. Het was een spraakfoutje. Zoals jij. Andere kant. Dat is even niet nee. Ja. Ja. Huh? Ja. Ja. Huh? En nu de achterkant, Sam. Nee, wat? Nu de achterkant afbouwen. Ja, dat mag jij lekker doen. Ja. Rijdt als hoe heb jij die stress dan geplaatst? Wat? Oep, oh daar, zo. Laat maar. Ik weet niet hoe ik dingen kan plaatsen. Zo, is dat een draaiend? Laat je bel maar weer zien, je Belgenvlag. Hup, weg met je eentje. Go Robex, go! Wat hoorde ik, dat alle Belgen gezet worden? Roeien. Wat zeg je dan met je roeien? Ja, iemand noemt me roeien. roeien in de nagentje. En als je dat niet roeien kan, dan draag ik je. Lekker lopen. Oké, dat was Roy. Kijk. Oh ja. Roy zeg je voor vandaag. Ja, die moet af en toe ook even zichzelf laten horen. Nou, Roy, aanwezig, vinkje. Demi aanwezig. Nou, Sam aanwezig. Verdomme. I don't know where I belong when I belong to you. Geen copyright. Nee. Naughty app. Is Roy. Kijk, ik heb nou een beetje, ben nou even stiekem een beetje stil aan het wezen, want ik ben nou eventjes een beetje dak aan het maken. Ben ik even een vormgever aan het geven in het gebaartje. Dat je wel ziet van... zo, er zit wel een beetje verdiepingshoogte zitten in dit pand. He, dat je wel een beetje krijgt het gevoel van... Zo, ze hebben er nog aardig wat tijd aan besteed aan de bouw. Hé? Jezus, praat alsjeblieft niet zo. Ja, even je grote mouw alsjeblieft. Even je grote mouw halen. Ja, ik word er nou een beetje krankje om, man, hoor. Mooi, een beetje gewoon. Je maakt je mooi.
En Erik is heerlijk even bezig met de bezoekers aan het remmen. Aan het muten. Oh, leuk, ze hebben het nodig hoor. Ze hebben het nodig. Ze hebben het soms nodig, ja. Zo, nou, ze hebben het zeker nodig. Hallo. Ja, vandaag wel hoor. Hallo. Ja. Hallo. Heel verhaal, had je nog een bakje koffie, Vincent? Ja, ik heb je zeker nog wel wat liggen in de melkkan. Vind je het erg dat het trouwens in de melkkan zit? Nee, dat vind ik niet erg. Als er mijn koffie uitkomt. Oh ja, nee, dat komt het zeker wel. Moet je wel even schudden hoor. Even schudden voor je gebruik. Ja, even schudden, anders komt er niks uit. Ja. Dan ga ik weer even verder muten. Dag, dag. En succes. Hoppig. Ja, dat zijn kokers, Robex. Dat hebben ze niet in België. Kijk, ik ken het niet, hè? Dat ken je niet, hè? Nee, dat ken je niet, hè? Hé, hey, dat ken je niet, hè? Roy. Ja. Ik heb van de klasnaad geleerd, die is Brabants. Ja. Jij bent een beetje een vrouw van lichte zijde. Zijde. Van lichte zijde. Je bent een vrouw van lichte zijde. En dat betekent dat ik? Dat gaan we even niet. Gaan we even niet in de chat plaatsen. Oké. Naughty, dat zeg je toch niet? Dat zeg je toch niet? Nou, het ziet er wel aardig uit. De buitenkant ziet er wel leuk uit zo. Ja, ik vind het wel een hele aparte attractie als je van de buitenkant ziet. Kijk, het is nog niet mooi. Huh? Maar daar gaat het. Nee, daar gaat het al niet om. Ik bedoel, wanneer bouwen wij nou wat moois in Disneyland? Zo lief, leuk, aardig en zo knap, knap, knap. Applausje voor jezelf, van je snap, snap, snap. Prachtig onderwoord, maar wel een bosse dom. Dom, maar dat maakt niet uit. Nee, dat gaat ik nog niet om. Kijk, die foute trendsmuziek. Hoezo fout? Nou. Wat een naughty muziek. Lekker fout. Lekker fout en lekker stout. Oh, daar zit hier al een jongen. En wat heeft hij voor skin? Wat is dat? Naakte skin? Nee, het is een soort van knabbel- en babbelfiguur met een vest aan. Ik weet echt niet wie het is. Dus volgens mij is ik het een... Kijk eens. Het is Elvin en de Chipmunks. Serieus? Ja, zie die A dan. Elvin. Ja, weet ik veel. Ja, ja dat zou nee, maar hij zat te kijken, hij zat te gluren, hè? Hij zat te loeren. Nee, dat echt, ging gewoon niet kunnen, hoor. Te loeren. Ja, dat mag gewoon, hoor. Hij zat gewoon in de gat te loeren. Kijk, daar is hij. Ik loer hier. Kijk, als ik hem... Ik laat hem verbinden in de video. Kijk, dan laten we zien dat we gewoon goed aardig zijn. Zo. Kijk, hij is het testobject. Kom. Ja, kijk, hij komt hier achter me aan. Nu denkt hij, ik mag erin. Nee, hij mag erin. Hij moet erin, kom. Hij mag er niet in. Sam is ook weer in de aardige bui. Kijk, je mag erin. Ja, kijk, er komt. Ja, er komt. Als hij helemaal weet, kijk. Ja, nu komt hij erin. Zie je? Nu weet hij het. Nou heeft hij. Nou hebben we respect voor hem. Kijk. Kijk wat hij gaat doen. Ik ga niks zeggen. Zo. Kijk wat hij gaat doen. Nee, ga mij aankijken. Nee, je moet de jump map halen. Kijk me niet aan. Weg, ik ben er niet. Nee, weg! Zo, ik ga gewoon weg zo. Kijk, hij denkt, kijk wat hij gaat doen. Waar is hij? Hij is hier. Komt hij weer weg? Nee, hij mag niet weg. Hij wil weer achter me aan. Nee, je moet die map halen. Je bracht hem aan de man. En dan kom je hier uit, en dan kom je, waar kom je dan uit? Ook weer over daken en zo, Demi? Wat, ja? Als je uit dat gebouw komt, want dit is, kijk, hier begint het moeras, dus dan moeten we iets kijken hoe we dat aansluiten op elkaar. Waar begint het moeras? Oh, hier. Maar maken we dat moeras ook met... Een soort, hier komen dan twee huizen te staan of zo, en dan een klein hekje, en dan loopt het hier over of zo. Ja, moeten we dat ook groen maken dan? Goed of wat? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk, oké. Cool. Dan maken we vast een klein beetje groen hier. Maak het ons even groen daar. Dus. Prachtig in de muur. Waar wil je de bal vandaan? Waar de bal vandaan? Nee, hij
van me. Misschien moet deze grotuitgang een beetje meer eerder. Want dan kan je het mooi open laten lopen weer een stukje bos en dan krijg je pas een stad, weet je. Wat wil je? Hier zo. Hier, bij de grot, bij de grot. Hier, ja, hier. Nee. Oh. Wat is er? Nee, deze ingang misschien een beetje naar achter, want dan kan het hier nog een stukje bos overlopen en dan hier weer een stukje stad. Ja, maar hier wou je toch allemaal stad maken? Ja, maar dan kan het eerst een stukje bos en dan... Maar Chat, dan is het toch leuk als je hier staat, dat je dan uitkijkt over die hele stad hier? Dat kan. Ja toch, een hele mooie uitkijk hier. Precies, staat precies in midden. Oké. Laban! Maar hij kan hoger, hè? Kijk, hij kan hoger. Daarom heb ik het hier ook hoog gemaakt, zie je het? Kijk. Je kan tot hier nu, dat is nieuw. Dus we kunnen hem zo hoog maken. Ik heb hem wat hoger gemaakt dan misschien nodig is, maar... Oké. Dankjewel. Kijk, zou je hier een beetje het kunnen maken zo? Ik maak wel even een beetje vorm erin zo. En dan kunnen we een nog groter stuk gebruiken, want we hebben al een heel groot stuk in de grot namelijk. Dus ik dacht van nou, dan kunnen we dit zo een beetje verwengen zo. Zou ik dat hier zo aan vastmaken zo. En wat gebruiken we in de steen allemaal? Steen. Verdomme. Maak het wel even ugly nu. Want een beetje een basis hebben, hè, mensen. Zoals ik vorige keer had uitgelegd in de video's. Een beetje een basis hebben, dan komt het wel goed. Dan ben je een baas. Oh. Een beetje slaps, dan heb je een beetje hoogteverschil. Ga eens weg. Stoffen. Heb je trouwens die hoofd nog met van die padjes erop? Ja. Zal ik die in de attractie zetten? Ja. Ja, nee, die ga je mij geven nu. Oh, zo. Geven jij? Hier komen we met die hoofden. Afgehakte hoofden. Ik denk dat... Nee, dat is hem niet. Wacht, dan moet ik even opzoeken hoe die heet. Hij heet namelijk... MB Arrow Left. Ah, ik had het wel goed, ja. Dat was hem. Ja, ik ben heel dat was hem. Oh ja, jij hebt hem gepakt nu? Ja, stinky. Moet je ook rechts hebben? Maar je hebt alleen maar links nu. Ja, ik hier. Doe maar even rechts. Ik weet niet welke ik nodig heb. Heet niet oppakken. Nee, kunnen ze niet. Oh, ja. Je hebt ook een down, hè? Ja. Arrow down heb je ook nog, ja, hè? Ja, slim. Ja, maar die wil ik ook dan hebben. Oké. Okay. Moet je even komen naar mij. Maar je gaat me gewoon alles geven. Ja, gratis mij alles geven. Oké, deze is down. En deze is up. Nou, ik ben wel een beetje up. Down. Hier. Dan heb je ze allemaal. Dank. Alle vier. Ja. Hier op de rij. Sowieso, dat maakt me blij. Ook leuk dat je steeds hoger gaat in de attractie. Want dan moet je moet eigenlijk een soort van beklimming maken. Hè? Dat je dan op het eind denkt van wow, zit ik zo hoog? Dat is best wel cool. Dat is best wel cool. De cue. Laat zo leuk en dan zo knap, knap, knap. Nou jongens, ik denk dat we zo meteen gaan afsluiten. En hebben we al best wel aardig wat laten zien van deze attractie. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet zeker niet even te abonneren en een likeje te geven. Voor alle toffe medewerkers die hebben meegedaan aan de attractie. En ja, dan zou ik zeggen, kijk zeker volgende keer terug naar een nieuwe Disney video. En bedankt Bodyguard. Hebben wij nog een aantal boefjes gevangen of niet? Nee? Nou ja, dan volgende keer gaan we dat zeker proberen. Tot ziens! Doei doei! 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 Kan niet wachten op de Muppets film.